This is What a Drag. Iedereen die drag ziet voor de allereerste keer, wat is het bedoel? You better watch out. Voor mij is drag eigenlijk puur rebel zijn. Drag is voor iedereen anders, want iedereen sleept ook een ander verhaal mee. Je hebt komische queens. Veel filters overgooien, hè. Je hebt futuristische queens. Binnen elke drag queen zegt dat ze de meest unieke, de meest speciale drag queen is. Ik vind dat je als artiest op zo'n hoog niveau, zoals waar ik nu sta al jaren, heel veel moet opgeven. Maar dat kun je alleen maar doen als je het ongelooflijk graag doet. Er waren heel veel mensen die zeiden als ik klein was, je gaat nooit niks bereiken. Je bent een freak. Mensen zoals jou worden een gekkenhuis. Mijn juwelenmaker was een drag queen, jammer genoeg, want hij is vermoord in drag op straat in Cardiff, in de UK. Dat had eender wie uit onze community kunnen zijn. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Raise a middle finger to all the homophobes, to all the racists, to all the transphobes. Drag doen is gewoon activistisch. Laat iedereen in zijn eigen waarde zijn en laat iedereen gewoon zijn wie hij wil zijn.